Na onderling wantrouwen, rechtszaken en afsplitsingen is er van de Zeeuwse PVV zo goed als niets meer over. En toch gaan ze het opnieuw proberen. Landelijk blijft de PVV goed scoren in de peilingen en dat zou zomaar ook zo in Zeeland mee kunnen spelen. Maar of de smet van de afgelopen jaren helemaal weggepoetst kan worden. En verder in het nieuws vandaag. Lindsay maakt uniek soort pasta. En werk van Sjaan hangt in topmuseum. Dames en heren, goedenavond. Het waren magere jaren voor de PVV in de Zeeuwse Provinciale Staten. Ruzie scheurde de partij in tweeën en van de ooit vijfkoppige fractie bleef er uiteindelijk maar één zetel over. Vanuit Terneuzen moet in maart de wederopstanding komen. De herstart voor de Zeeuwse PVV op provinciaal gebied gaat komen vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzense fractievoorzitter Patrick van der Hoef gaat als lijsttrekker voor de PVV de statenverkiezingen in. Ja, daar heb ik niet lang over moeten nadenken. Dat wist ik direct. En ja, hier staan we. Het wordt voor Van der Hoef een hele klus om de puinhopen van de PVV in de Staten van de laatste 4 jaar te doen vergeten. De Zeeuwse PVV heeft zich schuldig gemaakt aan fraude. De partij heeft voor minstens €800 aan onterechte declaraties ingediend bij de provincie. Peter van Dijk wil nog niet reageren, Vincent Bos wel. Hij is degene die fraude binnen de PVV in de openbaarheid heeft gebracht. Vincent Bos werd ooit door Van Dijk en partijleider Wilders binnengehaald als nieuw politiek talent. Dat is iemand die, zegt hij mij net, vanuit volle overtuiging voor de PVV gaat. De dreiging van de islam die op dit moment in bijvoorbeeld Bergen op Zoom zit, daar zie je echt meerdere geïslamiseerde wijken. Je hebt daar moskeeën. Het zit bijzonder dichtbij. Als er inbraken gepleegd worden, dan horen we regelmatig dat de verdachten daarvan in Bergen op Zoom opgepakt worden of in ieder geval aangehouden. Dus wij willen ervoor zorgen dat Tolen gewoon echt Tolen blijft en ook veilig blijft. Maar Van Dijk's nieuwe lieveling bleek uiteindelijk aan de poten van de zetel van de fractievoorzitter te zagen. Hij stelde een manifest van wantrouwen op om van Van Dijk af te komen. PVV Zeeland is langzamerhand omgebouwd tot een soort persoonlijke BV voor de heer Van Dijk. Hij duldt geen tegenspraak en hij zegt als ik mevrouw in dienst wil nemen dan doen we dat. Rechtszaken, een motie van afkeuring van de collega's in de Staten. Uw kiezers verdienen beter, deze staten verdienen beter, de democratie verdient beter, stap op. En een veroordeling volgde. Voormalig PVV-statenlid Vincent Bos moet een boete van €350 betalen wegens smaad. Met als resultaat dat Bos voor zichzelf begon en blijkbaar zijn politieke voorkeuren inmiddels heeft bijgesteld. Sinds enige tijd verschijnt hij op foto's op social media, waaruit blijkt dat hij deel uitmaakt van het CDA-campagneteam. Van Peter van Dijk werd weinig meer gehoord in de Statenzaal en gaat nu geruisloos via de zijdeur van het politieke toneel af. Aankomend lijsttrekker Patrick van der Hoef wil fris beginnen. Ik kijk vooruit en natuurlijk niet achteruit. 5 zetels zijn er geweest in het verleden. Momenteel denk ik dat er voor de PVV zeker groei in zal zitten. Van der Hoef denkt dat hij Zeelandbreed PVV-stemmers kan weten te mobiliseren. Zelfs met enkel Zeeuws-Vlamingen op de kieslijst. U zult ons ook overal zien. Ons netwerk zal ook alleen maar groter worden. En we zullen heel de provincie doorgaan om op markten, braderieën, maar ook gewone winkelcentrums ons te verkondigen. En ook op te halen bij de mensen van, wat loopt hij nou tegenaan? Landelijk blijft de PVV hoog scoren in de peilingen. En dat zou zomaar ook in Zeeland mee kunnen spelen. Maar of vanuit Terneuzen de smet van de afgelopen jaren echt weggepoetst kan worden, zal pas na 15 maart blijken. Tegen 2 mannen zijn vanmiddag celstraffen geëist voor meerdere pinpasfraudes, waarbij ze vooral ouderen zouden hebben opgelicht. De officier van justitie heeft 12 maanden cel geëist, waarvan 4 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige man uit Aksel. En tegen zijn 19-jarige medeverdachte uit Deventer werd 6 maanden cel geëist, waarvan 3 voorwaardelijk. Samen zouden ze 3 ouderen voor duizenden euro's hebben opgelicht. Bij een 84-jarige man uit Middelburg liepen ze tegen de lamp. Medewerkers van het streekvervoer gaan opnieuw staken. Aanstaande woensdag en vrijdag rijden er minder bussen. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Het is al de zoveelste staking voor meer loon en betere werkomstandigheden. Bij vorige acties reden er in Zeeland nog wel bussen, maar minder dan normaal.
De 90-jarige Sjaan Hermans van Leest schildert in verzorgingshuis Buitenrust in Middelburg het ene na het andere kunstwerk. Ik dacht dat het tijdverdrijf, hè? Toch is haar meisje met de parel binnenkort te bewonderen in het beroemde Mauritshuis in Den Haag. U was verrast? Ik was, ja zeker. Kwamen ze zeggen, je bent uitgekozen voor... Maar ik wist het niet, dat hadden mijn kleinkinderen gedaan, die oudste kleindochter. 170 kunstwerken, waaronder die van Sjaan, mogen het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer vervangen. Het echte meisje met de parel is te zien in de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Zeggen dat ik een prijs gewonnen had, maar ik had geen cent gehad hoor. Geen geld, maar dus wel een uitje naar Den Haag. Het Maritak van Poortvliet Museum in Domburg gaat uitbreiden en vernieuwen. Er komen onder meer een tweede tentoonstellingszaal en een internationaal onderzoekscentrum. Geld komt van de gemeente Veren, maar ook 600.000 euro van de Vriendenloterij. En die Vriendenloterij heeft sowieso uitgedeeld in Zeeland, want ook 60 Zeeuwse sport- en cultuurverenigingen krijgen geld. Met bedragen van tussen de 1200 en 5000 euro moeten ze de energiecrisis te lijf proberen te gaan. De carnavalsmaandag op de Grote Markt in Hulst tijdens de 10e editie van het muziekfeest de Ulster Ausmafia. Dat de meeste carnavalsvierders er al wat dagen op hebben zitten, was nauwelijks te merken. Hartstikke gezellig. Ik vind het geweldig. Het leukste evenement ever. Volgens de 8 vrienden die het feest organiseren begon het als grap, maar is het uitgegroeid tot een evenement dat ook ver buiten Hulst bekend is. Een mix van muziek en de jeugd terughalen naar Hulst. Komen met bussen uit Brabant, komen ze gewoon lekker hier een feest vieren. Uit Maastricht, uit Amsterdam, dat is mooi. En voor de sfeer gaan we nog even naar Hulst, want daar is verslaggever Erik Holm. En het feest is ook nog steeds bezig, zie ik daar bij jou. Ja, Floris-Jan, het wordt hier met het uur gezelliger. En ik heb zelf niet zo heel erg veel met carnaval. Maar ik moet zeggen, in Hulst kunnen ze wel een feestje bouwen, hoor. Vanaf een uur of twee staat het plein hier vol. En het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Met allerlei optredens van artiesten, zoals de mannen. Maar ook het duo uit Brabant, Knotsgek. Die ook hun grootste hit heeft gezongen. Ik heb een smiley in de sneeuw gepist voor jou. Geweldig. Het is een gratis evenement, Erik. Als je me nog kan verstaan daar. Toch moet er betaald worden. Hoe doen ze dat dan? Nou, de organisatie bestaat nu 10 jaar. Het is een jubileum. Ze hebben naast sponsoren hebben ze ook een crowdfunding opgestart. Niet alleen om de professionele licht- en geluidsinstallatie te betalen, maar ook om een potje te maken voor het kindercarnaval en om ervoor te zorgen dat het Hulster carnaval wordt gewaarborgd voor in de toekomst. De laatste vraag nog even, Erik. Hoe lang gaat dit daar nog duren? Nou, als ik deze dames zo naast me zie, dan wordt het niet laat voor hun. Maar de DJ's die gaan in ieder geval tot een uur of 10 draaien. Eerst de wat oudere garde en het wordt afgesloten met de jonge generatie. Dus voorlopig blijft het hier nog op de Grote Markt in Hulst nog redelijk onrustig. Erik Holm, dankjewel. Ja goed, wij gaan het over pasta hebben. Pasta van restjes groente en fruit. In een boerenschuur in Ellemeet maakt Lindsay Meijer duurzame pasta. En dat is goed voor het milieu en zo hoopt ze althans toch ook een commercieel succes. Eigenlijk is het idee niet ontstaan vanuit de pasta, maar meer vanuit de groente. Ik heb gewerkt in de groenteteelt, zag enorm veel reststromen. Ben voedingskundige van huis uit en die combinatie, ik denk mensen hebben tekort aan nutriënten en gooien het aan de andere kant weg. Dus denk aan vitamines, aan mineralen, zout, suiker, alles. Ja, kunnen we daar niet iets meer mee doen? En zo ben ik eigenlijk begonnen met, kan het niet in producten verwerkt worden? In 2020 heeft ze de stoute schoenen aangetrokken, is ze een bedrijfje gestart en gaan experimenteren. Dus ik dacht, oké, als ik het ergens in moet stoppen, dan moet het wel een productgroep zijn wat veel wordt gegeten. Want anders dan bereik ik nog niet zo heel veel. En toen dacht ik, ja, in de wraps zien we het al, in de crackers zien we het al. Je ziet op meerdere plekken ontstaan, maar nog niet in de pasta. Iedereen eet pasta, hè? Ik dacht, ja, dat is voor mij 1 en 1 is 2.
Het is voor het eerst dat dit wordt gebruikt in een deegproduct en is dus uniek in de wereld. Ik doe het door echt verse groenten te gebruiken in het product. Dus ik maak geen tussenstap. Dus ik zeg niet, we gaan het eerst nog tot een pureetje maken of eerst tot een poeder. Nee, gewoon geef die kromme wortel of die kromme wat je dan ook hebt. En ik stop het gelijk in de pasta. Het heeft volgens haar ook nog een aantal voordelen. Het is gezond, het ziet er leuk uit op je bord en is ook nog eens lekker. Het andere voordeel is, je kan dus echt ook het verschil maken in de agrisector. Dus je maakt eigenlijk in twee ketens het verschil. Dus zowel bij de consument aan tafel als bij de boer. Ze vindt het belangrijk dat zij als ondernemer een bijdrage levert aan het milieu en rekening houdt met de volgende generaties. Ik ben dit eigenlijk gestart tijdens het zwangerschapsverlof van mijn tweede. Mijn oudste dochter heet Sophie en de jongste heet Finne. Dat maakt ook de ingewikkelde bedrijfsnaam Sofin. Doordat ik keek naar hen, dacht ik, ja, het kan niet waar zijn dat ik later moet zeggen, ja, ik heb die reststromen gezien en ja, toen ben ik maar gestopt. Ja, ik dacht, dat kan gewoon niet waar zijn. De komende tijd richt ze zich op de productie van pasta, maar het maakt deel uit van een groter plan. Het doel is natuurlijk om alle reststromen uiteindelijk verwerkt te krijgen. Maar mijn persoonlijke doel is, ik zou dit heel graag terug willen zien in alle supermarkten van Europa. En het liefst nog in meer productgroepen ook. Ze heeft van de provincie ook ruim 4 ton subsidie gekregen voor een grootschalig onderzoek. Omdat ik het plan heb om lokale en circulaire pasta te maken. Dus eigenlijk vanuit lokale tarwe en meelsoorten plus lokale verse groenten en fruit. Het is de bedoeling dat het project eind 2024 wordt afgerond. Het was vandaag bewolkt en door de krachtige westelijke wind was het gevoelsmatig aan de koude kant, ondanks de maximumtemperatuur van 10 graden. Morgen dan komen er meer opklaringen, minder wind, opnieuw dus een graad of 10, maar dan voelt het dus minder koud aan, gelukkig. Op onze site kun je nu lezen over Ibrahim Erjourouk uit Terneuzen, die het shirt van Jordi Klaasie veilde voor de slachtoffers van de aardbeving. Hij heeft er €2.350 in totaal mee opgehaald. Het geld schenkt hij overigens niet aan Giro 555, maar aan de AFAD. En dat is een Turkse hulporganisatie voor rampenbestrijding. Meer daarover dus op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in onze app. En ik wens u nog een hele fijne maandagavond.